En de verhuizing komt al best wel snel. Ja, hallo. Oh, wat schattig. Heb je mijn paard getemd? Goed zo, brave jongen. Joehoe. Ja. Hoi allemaal en super leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe vlog. Ja, het wordt weer een vlog en we gaan vandaag iets super leuks doen. Of nou ja, eigenlijk dit weekend. Want vandaag ben ik nog bij Uraya en gaan we even lekker rijden en ik heb nog een leuk pakketje. En zaterdag gaan we een buitenrit doen met alle paarden YouTubers van Go Social. Dus daar heb ik ook heel erg veel zin in. Ja, ik ga jullie natuurlijk een update geven over de stal van Uraya. Want ja, ik denk dat jullie de video allemaal hebben gezien dat Uraya mijn eigen paard gaat worden. Ja, dat is echt super bizar en ik besef het nog steeds niet. Maar toen was ik op zoek naar een stal in die video. En ik kan jullie inmiddels vertellen dat ik een stal voor Uraya heb gevonden. En het is echt wel een heel mooi plekje. En de verhuizing komt al best wel snel, want we gaan ongeveer eind van de maand gaan we verhuizen. Ik vind het best wel spannend, maar ik neem jullie gewoon in alles mee en jullie mogen gezellig meekijken. Ja, we gaan vandaag wat leuke dingen doen met Uraya. En jullie gaan natuurlijk ook Bunny zien in de vlog. Hoi, hallo. Ja, goedemorgen. Gaan we lekker rijden vandaag? Ja, oh, heb je weer jeuk? Ik ben natuurlijk altijd de levende schuurpaal. Ja, oh, oh, oh. Huh? Oh, daar gebeurde wat. Hij is geschrokken. Oh, paard. Hopelijk wil hij nou nog wel mee, want straks denkt hij dat ik het heb gedaan. Hé, paard. Oh ja, poepzooi, dat dacht ik al. 2 hours later. Zo, paard. Heb ik je toch gevangen? Ja, hij had geen zin, maar ik had natuurlijk snoepjes hier in mijn trui. En toen gaf ik het aan Rens en toen dacht Uraya, dat wil ik eigenlijk ook wel. Dus toen wilde hij wel. Oh, I got you. There's no reason to. Chasing pavement on my own. 'Cause you're here to stay every day. Wat ben je nou knap? Ja, je bent weer helemaal schoon. Ik heb trouwens nog een leuk pakketje. Dat was voor samenwerking van Instagram en TikTok. Maar ik moest het nog openmaken. Dus ik denk, ik doe het gelijk even voor de video. Want wat hierin zit is wel echt heel cool. Ga je meedoen? Oké. Okay. Nou, oh, het rolt er allemaal uit. Hier, kijk. Ah, oh, wat leuk. Mee. Oh, wat mooi. Oh, wat groot. Kijk nou. Wauw, echt mooi. Oh. Oh, die is leuk zeg. Het is echt in de vorm van Bunny. Maar er zat nog wat in en dat was van Uraya. En Ur, dit is het leukst, want hier sta jij op. Oh. En? Oh, wat mooi. Je ziet niet. Oh, hij is echt heel groot. Oh. Ur, kijk nou. Zo. Wat is dat? Vet groot. Mooi scherp ook. Dit is jouw hoofd. Nou, echt heel mooi. Dit wordt wel op mijn Instagram en TikTok, maar ik wil het even aan jullie laten zien, want dit is echt wel heel erg vet. We're not young, still drunk in love. Oh, I got you, there's no reason to. Chasing pavement on my own. 'Cause you're here to stay every night and day. I'm delighted 'cause I got you. La 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 la. Kom je complimentje halen? Lekker eventjes gereden. En ik had nu eens gereden met ja, van die korte laarsjes. Ik rijd altijd met lange laarsjes. En ik ging nou met korte laarsjes rijden. Maar dat wiebelt echt wel heel erg. Dus voortaan komen weer mijn lange laarzen aan. Laat even in de reacties weten of jij team lange laarzen bent of team korte laarzen. Joppers heten dat al, maar ik noem het gewoon korte laarzen. Uraya is hoofdstel af. Toen meestal gaat hij nog gapen. Dus eens kijken of hij vandaag ook weer gaat gapen. Ja? Ja, ga je gapen? Ja? Ja! Oh, nee. Nou, kom je mee, paard? Oh ja, oeh, die grasjes aan de zijkant zijn altijd het lekkerste. Kom maar mee. Het is wel gek, want het is echt wel de laatste maand dat ze hier nou zo staan. En hij heeft hier gewoon bijna 15 jaar gestaan. Nu nog even genieten van de lekkere grasjes hier zo, ja. Goedemorgen allemaal. Het is vandaag zaterdag en het is echt super vroeg. Want we gaan zo op pad naar Noord-Midden-Limburg, als ik het goed zeg. En dan gaan we op avontuur met de Go Social familie en alle paarden-YouTubers. En dan gaan we, zoals ik al zei, een buitenrit maken. Het is vroeg, maar ik heb er wel heel erg veel zin in. Dus ik zie jullie daar. Bunny is een blij konijn. Ben je blij? Ja. Ja. Hallo. 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 Er staan hier gewoon 2 Shetlanders lekker te eten. Bij de plek waar we met z'n allen zitten. Hallo. Oh, een mini Uraya.
Oh, wat schattig. Oh, wat klein. Oh, nee, niet zo boos kijken. Oh, hij gaat mijn vingers opeten. Oh, wat een klein snuitje. Goed, we zijn aangekomen op de manege. En dan gaan we buiten rijden en we gaan mee met een huifkartocht. En ik ga als eerste mee met de groep met de huifkar. En daarna op de terugweg gaan we met de paarden wisselen. En dan ga ik op een paard of pony. Hij heet of zij heet Falco. De naam heb ik al gehoord. Maar ik weet nog niet hoe dat paardje eruit ziet. Dus ik ben heel erg benieuwd. Maar eerst gaan jullie een rit op de huifkar zien door het prachtige Limburgse landschap. En daarna ga ik dus te paard. En ik heb mijn GoPro mee. Dus dan kunnen jullie de mooie omgeving gaan zien. Ik ben heel erg benieuwd. Kijk, die influencer is gaan. Kom maar. Kom maar. Hou je vast. Hou jongen. Business meetings en zo. Zo, dat was een heel avontuur, Iris. Nu gaan we weer. Nu gaan we weer ruilen. Dat is Falco. En ik moet wisselen met Sanne. Heb je mijn paard getemd? Ja, is hij lief? Ja, ben je er afgerold? Hallo. Drie keer. Drie keer? Oh. Hoe is het met jou? Wij hebben heel veel gewiebeld. We hebben ook heel veel gelachen. Ja. Ga je lief zijn voor mij vandaag? Hij is wel mooi. Een mooi formaatje. Ik sta naast Falco en op Falco ga ik vandaag rijden. Hij lijkt wel een beetje op Uraya, hè? Hij heeft een beetje dezelfde kleur. En dat was de huifkar waar we net in hadden gezeten. En dat was Sanne. Ja, was het leuk? Ja. Oeh. Hij was lief. Oh, nee. Oh. Niet mij vermoorden. Ik moet nog mee terug. Ja. Lekker hè? Dankjewel, veel plezier in de huifkar. Iris zit er ook al op. Er zijn al een paar mensen op de paarden. De Audi meneer. Audi moet invoegen. Oh, ik ga het nog niet. Hou mij maar beet. Wat is dit joh? Wat is dit? Goed zo. Ja, laat joh. Enthousiasme. Ja, daar zijn ze. Hier en daar. Nou, we hebben net even gegalopeerd, maar dat was wel even wat anders dan Uraya. Hij galoppeerde heel anders, maar ook alweer eens leuk. Kijk, als je zo kijkt, dan lijkt het net een beetje op Uraya. Alleen heeft dit paardje veel meer manen. En net hele dikke manen. Maar het gaat goed, we zijn lekker onderweg. Had stukjes gegalopeerd en getraafd. En ik zit er nog steeds op, dus daar ben ik heel blij mee. Gaat goed, hè Falco? Ja. Oh, wauw. Oh, we gaan hier dwars door de bush. Hey, dit lijkt nou wel een beetje op een scène uit zo'n spannende paardenfilm. Dat we op jacht gaan naar de paardendief. Spannende muziek! Hey, we zijn afgestapt. Jij ook Iris, leef jij ook nog? Ja. Yay! Ik vond het echt wel leuk. Ja, was gezellig. Ja, was leuk. En wat paardjes, leuke ponies. Ja, leuke ponies. Paardjes waren ook heel erg leuk. Niet te afgevallen gelukkig. Doei Iris! Doei, tot de volgende keer. Falco. Oh ja, jij moet hier. Kom maar, dit is jouw stal. Oh, hij moet nog wel uitgemest worden zo te zien. Ja, hey, goed gedaan jongen. Ik ben heel trots op jou. Wat leuk, op een onbekend paard gereden. Maar het ging gelukkig heel goed, zie ja. Hallo. Was het leuk op de huifkar? Was het koud? Ja, wij hadden lekker warm hoor. Ja, was zo beter. Ja, dat zei ik ook al. Ja, ja. Oh, ja. Nou,
en toen was ik van de manege ineens in een dierenpark. Het is nog steeds dezelfde dag, dat zou je bijna niet geloven. Maar de buitenrit was echt ontzettend leuk. Ik zal jullie nog even bijpraten. Maar we zijn nu in een dierenpark beland in de buurt. Want omdat ik bij Dierenpark Amersfoort werk, heb ik een pas dat ik naar dierenparken kan gaan die aangesloten zijn bij de NVD, de Nederlandse Vereniging van Dierentuinen. Dus ook naar Zoopark Overloon, daar ben ik dan nu even rondkijken bij de dieren. Die grote zit steeds achter die kleine aan en dan zit hij zijn kontje te vegen. Kijk, woep. Even schoonmaken. Al die leeuwen liggen hier te slapen op de auto. Lekker aan het slapen. Oh, wordt hij wakker? En water uit de regenton. Oh. Wow! Nou, nah, jongens, een mini-miereneter. Heb je dat ooit gezien? Ik heb nog nooit een mini-miereneter gezien. Penny! Oh, kijk eens! Ja! Is dit voor jou? Nee, het is allemaal voor mij! Ja! Hoi allemaal, daar ben ik weer met Bunny. En de buitenrit is gelukkig goed afgelopen zoals jullie hebben gezien. Ik vond het super leuk om iedereen weer te zien. En ja, de buitenrit was ook ontzettend leuk om te doen. Ik had nog een pakketje die ik graag met jullie wilde openmaken. Want, nee Bunny, dit is niet voor jou. En dit is ook niet voor Uraya en ook niet voor beide paarden. Maar een keer een pakketje met normale mensenkleding. Om het zo maar even te noemen. Van het merk Chiquelle mocht ik een paar kledingstukken uitzoeken voor normaal gebruik, niet voor paarden. En ja, dat ga ik vandaag voor jullie openmaken. Ta-ta-ta, vind jij het wel spannend, Bunny? Ik vind het super spannend. Wat hebben we hier? Een retourformulier. Oh, zie je dat, Bunny? Het eerste item. Tada, er staat op Monaco. Dit is een trui als het goed is. Vind je het leuk? Oh. Kijk, Bunny helpt mee. Tada, dit is het eerste. En... Oh, oh joh, dit is echt heel groot. Oh joh, wat is het voor maat? Oh, dit is wel heel mooi. Het voelt heel, wel heel mooi aan. Zal ik hem eens aandoen voor de grap? Dit is echt maatje XXL of zo. Ik had maat S. Oké, ik wist niet dat dit zo groot zou vallen. Hij is wel lekker warm van binnen. Dat dan weer wel. Kijk, als je hem nou zo draagt, dan is hij wel ietsjes beter, toch? Is het iets minder een tent. Nummer 1. Oké, we gaan eens kijken wat er nog meer in de doos zit. Kijk! Oh, hij ging er echt aan trekken. Oh, dit is echt super zacht. Yes! Oh, dit is volgens mij wel wat beter. Ja, kijk. Dit is wel ietsjes beter qua pasvorm. Nee, niet mijn trui slopen. Oh. Oh, ik heb hem verkeerd om aan. Ja, jongens, deze is leuk. Deze zit tenminste wel goed. Ik vind hem echt leuk. Hij is ook zo super zacht. Oh, deze ga ik echt aandoen in de winter. Dan wil iedereen met mij knuffelen, want dan is het zo zacht. Oké, deze past gelukkig wel goed. Wat zullen we nu uitpakken? Want ik heb er nog twee te gaan. Zullen we naar deze kijken? Oh, ja! Hoe gaat deze zitten? Oh, dit voelt echt... Wow, heel zwaar. Lekker warm. Hij heeft een beetje van die pofmoutjes aan de zijkant. Hé, wat doe jij nou? Ga je nou al opeten? Bunny eet het op. Nee, hij zit te likken. Hij vindt het lekker. Ben je lekker aan het chillen, Bunny? Bunny doet niet meer mee met de unboxing. Oké, jongens, ik heb het aan. Ik voel me een beetje een soort kameel. Kijk, dit lijken net twee bulten. Op zich vind ik het... Ik vind het wel grappig. Ja, ik lijk ook een beetje vierkant, maar dat moet misschien nog een beetje inzakken. Maar ik vind het wel leuk. Het voelt echt heel lekker aan. Oké, deze geef ik ook wel een duimpje omhoog. Maar die mouwen moet ik nog wel even aanwennen. Dan had ik nog één dingetje. Tadaa. Het is wit. Ja. Oh ja, ik weet alweer wat dit was. Oh, dit voelt echt heel zacht. Oh, dit is wel heel kort. Ik heb het laatste item aan en ja... Ik moet even wennen ook weer aan die mouwen. Ik voel me een beetje zo'n kip, zo pak pak. Maar ik vind het wel, het voelt super zacht aan. Het is wel een heel kort dingetje, dus dan moet ik zo'n hoge broek dragen. Maar die heb ik niet. Ja, ik vind het, ook, ja, ik vind het wel grappig. Hey Bunny, wat zeggen we dan als we wat leuks hebben gekregen? Bedankt, Chiquelle. Ja,
Oké, ik heb deze weer aan. Ik denk dat ik deze het leukste vind. Deze zit gewoon het makkelijkste. Ik heb ook nog een leuke kortingscode voor jullie. Want met de code DAFNE20 krijg je 20% korting op een van deze artikelen van Chiquel. De code is 5 dagen geldig, dus wees er snel bij. Laat even in de reacties weten wat jij het leukste item vindt die ik heb uitgekozen. En ja, dan wil ik jullie echt heel erg bedanken voor het kijken naar deze weekvlog, weekendvlog. Ik hoop dat jullie het een hele leuke video vonden. En als dat zo was, doe dan een duimpje omhoog. En vergeet het niet om te abonneren hier beneden op mijn kanaal. Want er gaan hele gave video's aankomen met Raya. Abonneer op mijn YouTube kanaal als je dat nog niet hebt gedaan. En dan zie ik jullie heel graag weer terug in de volgende video. Doei!